Vele jaren sinds de dagen van Adam en Eva en Kain en Abel. Er woonden nu veel meer mensen op de aarde. Je zou denken dat ze iets geleerd hadden van wat Kain overkomen was. Maar dat was niet zo. Integendeel, de mensen waren slecht geworden. Ze waren oneerlijk en dachten alleen maar aan zichzelf en hoe ze overal beter van konden worden. Ze stalen van elkaar en ze logen en bedrogen maar raak. God kreeg er bijna spijt van dat hij de mensen gemaakt had. Hij besloot om de mensen niet langer op de aarde te laten wonen. Tenminste, op een paar na. Want niet alle mensen waren slecht geworden. Eén man was altijd aan God blijven denken. En dat was Noach. God sprak tot Noach en vertelde hem dat hij de mensen heel hard zou gaan aanpakken. God zou het zo hard laten regenen dat er een grote overstroming zou komen. Toen zei Noach tegen God: "Maar Heer, dan zal toch iedereen verdrinken? Zullen er dan helemaal geen mensen meer op de aarde wonen en ook geen dieren meer?" God vertelde Noach dat hij hem had uitgekozen om de grote overstroming te overleven. En dat Noach daarom een grote boot moest bouwen. Een boot van wel 135 meter lang, 23 meter breed en maar liefst 14 meter hoog. Noach aarzelde geen moment en ging aan het werk. Het was met karwei wel, maar hij deed het met plezier. Hij hakte hout en hij verzamelde riet en hij zaagde en timmerde dat het een lieve lust was. Noach had 3 zonen. Ze heetten Sem, Gam en Jafet. En die jongens waren natuurlijk razend nieuwsgierig waarom hun vader zo plotseling aan het bouwen ging en wat hij aan het maken was. "Ik denk dat vader een hok bouwt voor de kippen of de konijnen of zo," zei Sem, de oudste van de 3. "Tuurlijk niet, joh. Dat zie je toch zo. Het wordt een schuurtje voor de varkens," wist Jafet. Maar Noach hielp zijn zoons uit de droom. "Ik bouw een schip," vertelde hij ze. "Een heel groot schip. Want God heeft me gezegd dat ik dat moet doen. En dat schip noem ik de ark. God zal het binnenkort heel hard laten regenen. Dan zal de aarde overstromen en hebben wij de ark nodig om te overleven. Ik weet eigenlijk alleen nog niet waarom het zo'n groot schip moet zijn." Dat kwam Noach al vlug te weten. God sprak opnieuw tegen hem en vertelde dat niet alleen hij en zijn vrouw en zijn kinderen gered zouden worden, maar ook een heleboel dieren. Van elke soort moesten er 2, een mannetje en een vrouwtje, met de ark mee. En omdat er heel veel soorten dieren zijn, moest het natuurlijk wel een grote boot worden. Noach bouwde en bouwde. Hij haalde overal cipressenhout vandaan en pek om de boot van binnen en van buiten mee in te smeren. Hij wist van geen ophouden. En hoe verder Noach vorderde, hoe gekker de mensen in zijn omgeving het gingen vinden. "Moet je zien," hoorde je soms zeggen. "Noach is zeker een beetje gek aan het worden. Hij bouwt een boot en er is hier in de buurt helemaal geen water te vinden. Hoe moet die boot dan varen? Rare jongen die Noach." Maar Noach reageerde niet. Hij lette niet op de mensen en werkte gewoon door. Toen hij helemaal klaar was, had hij een schip gebouwd dat 3 verdiepingen hoog was. Aan de zijkant van de ark had hij een grote deur gemaakt en helemaal bovenin een raam. En binnen waren er een heleboel hokken voor de dieren. Toen de ark helemaal af was, riep Noach zijn vrouw en zijn kinderen bij zich. "De ark is nu klaar.
Maar we hebben nog geen dieren om met ons mee te nemen. En er is ook nog geen eten en drinken. En jullie weten wat God gezegd heeft. We moeten nu van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje gaan vangen. En die aan boord van de ark brengen. En we moeten ook voedsel en water gaan verzamelen om mee te nemen op onze reis. Kom, laten we opschieten. Want ik denk niet dat het nog lang zal duren voor de grote regens komen. En zo gingen Noach en zijn vrouw en Sem, Gam en Javed met hun vrouwen op zoek naar dieren en naar voedsel. Ze brachten werkelijk van alles mee terug naar de boot. Alle mogelijke soorten vogels, hagedissen, kangeroes, koeien, muizen en konijntjes, leeuwen en giraffen, honden, poezen, hamsters, spinnen, werkelijk te veel om op te noemen. En ze plukten vruchten en haalden groenten van het land. En ze namen groenvoer mee voor de dieren en graan om brood van te maken. De mensen in de omgeving keken hun ogen uit. Zoiets geks hadden ze nog nooit gezien. Een enorm schip midden op het land dat helemaal vol werd gestopt met dieren en voedsel. De mensen begrepen er niets van. Maar Noach en zijn familie hadden daar geen oog voor. Denk je dat we nu alles hebben? Vroeg Noachs vrouw op een dag. Denk je dat we echt alle dieren aan boord hebben en ook genoeg eten en drinken voor zo'n lange tijd? Ik zal nog één keer alle dieren tellen om te zien of we er per ongeluk toch niet eentje zijn vergeten. En ik zal ook nog eens het voedsel controleren, zei Noach. Maar alles was in orde. En Noach en zijn familie gingen de ark binnen om te wachten op wat er komen ging. En ze hadden de deur nog maar goed en wel achter zich dicht gedaan of het begon al te regenen. Eerst zachtjes, druppel voor druppel. Maar al gauw ging het harder en harder regenen. En op het laatst regende het pijpenstelen. In de ark bleef het gelukkige kurk droog. Maar buiten begon het water al gauw te stijgen. Eerst in de sloten en de plassen. En daarna ook op het land zelf. Het water steeg hoger en hoger. En alle mensen en dieren die niet in de ark waren, verdronken. Dagen en nachten verstreken en het hield maar niet op met regenen. Moet je toch eens kijken. Er is niets anders meer te zien dan lucht en water. Zelfs de allerhoogste bergtoppen zijn overstroomd. Zei Noachs vrouw op een dag tegen haar man. Ja vrouw, precies zoals God heeft voorspeld. En het heeft nu al 40 dagen en nachten achter elkaar geregend. We moeten maar geduldig afwachten wat er verder gaat gebeuren. Toen, na 40 dagen, hield het eindelijk op met regenen. Geen gekletter meer op het dak van de ark, maar een heerlijke stilte. Noach's vrouw zette het raampje open en meteen woei er een lekker fris windje naar binnen. In de dagen die volgden begon het water langzaam te zakken. De ark dobberde rustig in het rond, tot op een dag ze plotseling een schok voelde. En merkte dat de boot niet meer vooruit ging. Hij was vastgelopen op de top van een berg. Kijk, zeiden de zonen van Noach. Kijk, het is zover. Het water is al een heel eind gezakt en het zal misschien niet lang meer duren voor we weer aan land kunnen gaan. We zullen zien, antwoordde Noach. Ik zal een vogel door het raam weg laten vliegen. Als die niet meer terugkeert, dan heeft hij een plek gevonden om te wonen. Maar als de vogel wel terugkomt, dan kan hij nog geen droog land vinden. En zullen we nog moeten wachten. Noach koos een sterke zwarte raaf uit en liet die de volgende ochtend door het bovenraam wegvliegen. De vogel bleef de hele dag weg. Maar tegen de avond verscheen er aan de horizon een zwarte stip die langzaam groter werd. Het was de raaf die nog geen droog plekje had kunnen vinden. Noach en zijn familie wachten een week voordat ze weer een vogel uit lieten vliegen. Ditmaal koos Noach een duif uit. En ook die kwam 's avonds terug. Maar de duif had wel een takje met een blaadje van een olijfboom in zijn bek. Dit is een goed teken, zei Noach. Want je kunt eraan zien dat de bomen weer blaadjes krijgen en niet meer helemaal onder water staan. Nog even, en dan is het zover. Dan is het land droog genoeg. En toen Noach dezelfde duif een week later nog eens vrijliet, bleef het dier weg. Dat betekende dat het land niet meer onder water stond en dat Noach, zijn familie en alle dieren eindelijk de ark mochten verlaten. Toen ze allemaal buiten waren, bouwde Noach hoog op de berg een altaar van stenen
en bracht een dankoffer aan God. God had hem en zijn gezin en de dieren immers van de verdrinkingsdood gered. Toen de rook van Noach's offer opsteeg naar de hemel, sprak God opnieuw tot hem. God beloofde Noach dat hij ervoor zou zorgen dat er nooit meer een overstroming zou komen die alles kon vernietigen. En om die belofte te bezegelen, maakte God de regenboog. Als mensen nu de regenboog zien, dan kunnen ze terugdenken aan wat God toen, lang geleden, aan Noach beloofde.